Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vraag me even wat voor poppenkast we hier terecht zijn gekomen. Ook mevrouw Kaag met geen woord over haar speech van gisteren. Het is werkelijk niet te geloven. U heeft mevrouw Kaag gisteren toch een vrij openhartige speech gegeven. Ik zou u daar om te beginnen over willen bedanken. Die speech zei wat over uw eigen karakter en over uw ideeën over Rutte. Over uw eigen karakter, ja, toch dat u toch een beetje een losgezongen radicaal bent, dat u eigenlijk nooit in Nederland heeft kunnen aarden, dat zegt u ook. Je bent een beetje van losgezongen van die politiek, maar ook iemand die zich verheven voelt boven het gewone volk. Hè. U voelt zich eigenlijk een beetje te goed voor de politiek en u bent ook eigenlijk heel erg filijn van karakter. Dat is ook wat uit uw speech. Eigenlijk een beetje gemeen iemand bent u als u die speech goed leest. Dat mag. Dat mogen we allemaal zijn, maar dat is een beetje uw karakter. Wat u over de heer Rutte vindt, nou, ik heb het al tegen de Rutte zelf gezegd, uw eigen woorden. Hij is eigenlijk onbetrouwbaar, of in ieder geval hij moet werken aan betrouwbaarheid. Hij moet werken aan menselijkheid, dus eigenlijk is hij ook onmenselijk. Het is eigenlijk had hij in april, dat heeft hij daarvoor gezegd, zou hij op moeten stappen. Het is een ritselaar. Ja, mooi stel, die twee, mevrouw de voorzitter. Ik zou eigenlijk aan u willen vragen, is er, als het gaat om u richting de heer Rutte, want u heeft die scheldkanonade afgegeven, is er voldoende zin en vertrouwen van u om met de heer Rutte verder te gaan? Of is het meer onder het motto, nou ja, als ik met de Taliban kan onderhandelen, dan kan het ook met Rutte? Mevrouw Kaag. Nou, heel veel woorden. Daar ben ik natuurlijk wel gewend van, de heer Wilders. Misschien een paar dingen. Ik heb een mooie lezing mogen houden gisteren in de Rode Hoed. 45 minuten. 44 minuten lang inhoud, een visie met een aanpak voor de klimaatcrisis, gesproken over kansongelijkheid in Nederland, gesproken over Europa, gesproken over het gevaar van nationalisme en wat dit betekent en hoe dat staat tegenover patriotisme, gesproken ook over leiderschap, hoe ik dit ervaar en wat wij allen moeten doen en met name benoemd hoe wij met z'n allen een nieuwe bestuurscultuur en politieke cultuur in Nederland moeten belichamen. Ik zeg dit al anderhalf jaar. Ik zeg het in speeches. Ik kan de heer Wilders niet kwalijk nemen dat hij niet al mijn speeches leest. Maar ik zeg het binnenskamers, buitenskamers. Ik zeg het bij de informateur. Ik zeg het bij alle overleggen. Ik zeg het eigenlijk al sinds jaar en dag. En het gaat dus over iedereen. Ik betrek dit ook op mezelf. En het is belangrijk dat we daaraan werken. We moeten dat met z'n allen doorbreken. En ik denk dat velen dat ook willen. En daarom noemde ik ook in het bijzonder de tijd en aandacht die we hebben besteed, D66 en VVD samen, ook indachtig motie Ploemen-Klaver, de nieuwe bestuurscultuur. En ja, ik vind visie belangrijk. En ja, ik ben niet zo van het kopjes koffie drinken. En ook ja, ik sta voor een zakelijke benadering. Ja, dat zegt dan wat over mij. Nou, ik neem al uw commentaren voor lief. Ik zal het niet als een geuzennaam gaan dragen, maar al uw karakteropmerkingen, nou die zijn allemaal uw woorden, dat is prima. Ik ga voor een zakelijke benadering en een verantwoordelijkheid die wij als D66 moeten benoemen. En ik hoop oprecht, u heeft dat misschien wel gedaan of niet gedaan, dat u nog een keer de hele speech leest. Want ik had eigenlijk verwacht dat veel mensen mij over migratie zouden vragen of nationalisme of bijvoorbeeld de kansongelijkheid, hoe het ervoor staat in Nederland. Maar dat is helaas niet gebeurd. Maar misschien kan het nog, want u maakt eigenlijk een beetje PR voor een speech. Normaal krijgt u niet zulke headlines. De inhoud is best het lezen waard, al zeg ik het zelf, met dank natuurlijk aan de schrijvers. Heer Wilders. Ja, voorzitter, misschien nu een antwoord op mijn vraag. Vertrouwt u de heer Rutte nog genoeg om met hem te gaan onderhandelen? Of is het meer, als ik met de Taliban kan onderhandelen, kan het ook met Rutte? Mevrouw Kaag. Nou, ik denk dat het ongepast is om wie dan ook in dit parlement te vergelijken met de Taliban. Dat is een zaak van internationaal onderhandelen en afspraken. Het eerste is natuurlijk een kwestie van doorgaan. We hebben samen met de VVD, de heer Rutte en mijzelf, hebben wij een prettige, goede samenwerking gehad op de inhoud en langs de lijnen van de inhoud. Maar ik zit, en dat heb ik al in een eerder debat genoemd en dat heb ik ook al eerder gezegd, ik vertrouw eerlijk gezegd heel weinig mensen in het leven. Ik vertrouw mijn man, ik vertrouw mijn eigen familie en een paar vrienden. Ik ga af op zakelijke afspraken die we correct met elkaar willen uitvoeren. Het is minder een kwestie van vertrouwen. Het is goede, heldere kaders voor uitvoering. In het beste vertrouwen kun je elkaar nog steeds teleurstellen. De heer Wilders. Goed, voorzitter. Dat is een helder antwoord. Het antwoord is namelijk
dat u niet zegt dat u de heer Rutte vertrouwt. Er komen allemaal mooie woorden over dat het om zakelijkheid gaat. Maar mijn vraag was, vertrouwt u de heer Rutte? En uw antwoord is, niet ik vertrouw de heer Rutte, dus ik ga ervan uit dat u de heer Rutte niet vertrouwt. En dat is ook logisch, want u heeft op 1 april het debat wat wij hadden, toen heeft u al, samen met uw collega van het CDA, een motie van afkeuring ingediend. En toen heb ik u gevraagd, van wat betekent dat nou, die politieke, die motie van u? En toen heeft u geantwoord, u kunt het in de handelingen nalezen. Niet alleen hier scheiden onze wegen, maar ook, als het mij was, dan had ik de eer aan mezelf gehouden. U heeft in april tegen de Rutte gezegd, als ik het was geweest, als ik die motie had gehad, dan had ik de eer aan mijzelf gehouden. En u heeft, mevrouw de voorzitter, de Rutte daarna enorm zijn best gedaan om bij u in het goede boekje te komen. Mevrouw de voorzitter, ik wil het niet over u hebben, maar u heeft uw positie daaraan te danken. Vervolgens is er ook nog een keer met onderhandelingen, heeft de heer Rutte uw verkiezingsprogramma en die bouwstenen ondertekend. Alleen één ding heeft hij niet gedaan. En dat is dat hij niet u uw zin heeft gegeven om te gaan mee onderhandelen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En dat is wat ik bedoel met karakter. U heeft overal uw zinnen gekregen, maar u heeft dat niet gekregen. En u kon het vanuit die bijna haat naar Rutte, dat u uw zin niet kreeg, als een soort verwend politiek nest, heeft u toen gedacht, en ik zal hem leren, en ik zal nu bij die speech op maandagavond voor Elsevier, zal ik hem even de les lezen. En dat heeft u gedaan. En u heeft hem politiek mishandeld, u heeft hem geschoffeerd. Ik snap ook niet dat die Rutte nu op zijn telefoon zo rustig zit te spelen. Meneer Rutte, waarom zit u nou op uw telefoon te spelen? Zij heeft u tot op het bot beledigd. Ja, nee, maar de mensen ergeren zich dat thuis en dat de hele tijd op uw telefoon zit te spelen. Meneer Wilders, wilt u een vraag stellen? Mevrouw Kaag heeft de heer Rutte, die op zijn telefoon zit te spelen, heeft hij tot op het bot beledigd. Tot op het bot beledigd. En u krijgt uw zin niet en daarom heeft u dat gedaan. Dat is niet alleen een slecht karakter, maar dat toont ook aan dat u samen met Rutte totaal niet in staat bent om Nederland te besturen. U bent niet in staat om samen, er is bijna een haat tussen u twee, er is in ieder geval geen vertrouwen tussen u twee, om Nederland te besturen. En ik vraag dan aan u, inhoudelijk nu en ook politiek, bent u het met mij eens dat Nederland een kabinet verdient, wie daar ook in zit, waar de leiders van de twee grootste partijen niet zo kinderachtig en haatdragend met elkaar omgaan en elkaar op zijn minst vertrouwen politiek om met elkaar door te gaan, dat u met Rutte daar totaal, maar dan ook totaal ongeschikt voor bent? Mevrouw Kaag. Ja, weet u, alle woorden van de heer Wilders zijn aan de heer Wilders. Ik deel geen enkel woord en ik denk het goede is, het document op inhoud, want daar hoor ik de heer Wilders niet over. Dat is juist sterk, daar zitten sterke elementen van de VVD in, op veiligheid, maar ook op liberale waarden, maar ook onderwijs. En D66 herkent zich ook zeer in dit stuk. Dit was voor ons op een gegeven moment een proeven voor een regeerakkoord. Maar ik denk dat voor beide partijen er heel veel interessante ideeën in zitten. En we zijn een land, als u de speech had gelezen, zou u ook hebben gezien dat ik sprak over gematigdheid, compromisbereidheid, het samenzoeken naar oplossingen. Dat blijft altijd. Het gaat om inhoud en nieuwe politieke cultuur. En verder, ja, al uw andere woorden kan ik niet zoveel mee. Ik heb, zoals ik al eerder zeg, open en transparant en stelselmatig, consistent gezegd, binnenkamers, buitenkamers, hoe ik ook naar de Haagse politieke cultuur kijk. Ik zit daar zelf in. Ik wil dat zelf graag veranderen, dus ik betrek het op mezelf en ook alle anderen. Dat u nou zo graag dat wilt reduceren tot één persoon, één moment, dat is allemaal aan u. Ik speel dat spelletje gewoon ook niet mee.